dankzij die synthetische velden gaan we terug opnieuw meer uren, meer kwaliteit kunnen leveren. Gaan we de velden kunnen ontlasten in moeilijke perioden. Hier in de ideale omstandigheden kunnen trainen, winter en zomer, maar vooral in de winter. Ik denk dat dat zeer belangrijk is in de verdere ontwikkeling van ons jeugdcomplex. Dat waren eigenlijk de twee laatste zaken die we nog wouden realiseren. Naar trainingsarbeid toe en zeker naar jeugdopleiding toe is een synthetisch veld een enorm pluspunt. Je gaat hier dag in dag uit kunnen trainen. De individuele trainingen, de collectieve training kunnen hier een stuk meer aan kwaliteit inwinnen. En ik denk zelfs dat ook onze fysieke en onze revalidatiecel hier ontzettend blij mee gaat zijn, omdat we hier ook bepaalde testen kunnen afnemen en constant beschikbaar houden om te werken. Ik denk dat de ganse opleiding hier opnieuw een forse stap vooruit zet en daar zijn we de directie van deze club zeker dankbaar voor. Goed gevoel, zachte ondergrond, niet te veel impact bij het lopen, bij het springen. Ook naar kwetsuren toe zal dat een zeer positief gegeven zijn. Ja, ik denk dat Anderlecht gaat altijd voor het allerhoogste, voor het allerbeste en ik denk dat dit veld het van het is en dat gaan we dan ook zeer waarderen en heel vaak gebruiken. Als hoofdopleiding opnieuw kunnen uitpakken met na een heel aantal spelers qua doorstroming, ditmaal met twee nieuwe velden, betekent dat Sporting Club Anderlecht toch blijft investeren structureel dan in jeugdopleiding en ontwikkeling en dus voor een hoofdopleiding om trainers te overtuigen, om potentiële nieuwe spelers naar hier te brengen om verder door te ontwikkelen, is dit ongetwijfeld weer een zeer positief punt.